Sommigen noemen me een slechte vader. Anderen vinden me rechtvaardig. De film Duivelse Dilemma's vond ik erg treffend, omdat hij die strijd laat zien. Laat de voortdurende strijd zien waar iemand, waar mij betreft, mee geconfronteerd wordt als hij in een dilemma belandt. De film maakt niet duidelijk wat de keuze is en dat hoeft ook niet. Want volgens mij gaat het bij het offer niet om de keuze, maar gaat het vooral om de strijd. Dat is het moeilijke van het offer. De strijd van wie ben ik zelf, waar sta ik zelf voor. En ik denk dat de film en de manier ook waarop dat die gemaakt is, dat die dat heel erg treffend in beeld brengt. Ik denk dat het offer in de samenleving van vandaag ook een kritische plaats heeft. Het komt praktisch terug, maar het heeft vooral een kritische vraag. Omdat het van mensen verlangt dat ze nadenken wat er voor hen belangrijk is. De vraag waarvoor zou je iets willen offeren of wat zou je willen offeren, zegt uiteindelijk heel erg veel over mensen. Dus ik denk dat het die kritische functie heeft. Daarnaast wordt natuurlijk ook van mensen dagelijks gevraagd dat ze iets offeren. Dus het komt ook praktisch terug in de samenleving. En het verschil tussen het praktische, denk ik, en het kritische is of het de overeenkomst is dat je in geen van beide gevallen ooit een antwoord krijgt op de vraag. Ik denk dat je op dit moment offers voor heel veel verschillende mensen kunt brengen of voor verschillende dingen. Ik denk dat wij offeren voor de kinderen, dat dat een van de meest voor de hand liggende zaken is. Dat komt ook heel vaak terug als het offer aangrijpend wordt besproken. Je kan ook offeren voor een status, dat je iets hebt bereikt wat je zo graag wil behouden, dat je daar ook andere mensen voor gaat offeren. Zelfs mensen die je lief hebt of zaken die je heel belangrijk vond. Daar offeren wij ook voor. Er zullen ook mensen echt wel zijn die offeren voor principes, omdat ze ergens voor staan en die vinden bijvoorbeeld gelijkheid gaat boven alles. En dan wordt er ook geofferd om die gelijkheid te realiseren. Mama heeft gelijk. Maar ze weet niet hoe ver jij bent afgegleden. De politie kan jou niet helpen. Dat moet ik doen. Ik denk dat de maatschappij veel meer bereid zou moeten zijn om na te denken over waarvoor ze zouden willen offeren. Dat is een vraag die volgens mij te snel wordt overgeslagen. Aan de andere kant begrijp ik ook wel de pragmatische houding. Dat we niet heel de tijd kunnen offeren, want dat is heel veel eisend. Dat zie je ook in de film. Het offer brengen vraagt heel erg veel van mensen. Maar dat is nog geen reden om er niet over na te denken. Dus als ideaalbeeld, als kritisch referentiepunt voor waar we staan als maatschappij, denk ik dat het offer, het nadenken daarover, heel erg belangrijk is.